Die Neymar is fantastisch, maar het is een ongelooflijke aansteller. Ja. Ik bedoel, hij laat zijn kapper laat hij naar Rusland komen vanuit Brazilië. Nederland had op een gegeven moment Hani Hanna, die de hele tijd overkwam in Zuid-Afrika. Ook belachelijk. Ja, het is gewoon eigen kapper bij zijn. Ook belachelijk, om te freshen. Omdat jullie geen kapper gebruiken, hoeven die jongens mogen dit toch wel een kapper gebruiken? Nou, dat is ziekelijk. Is dat ziekelijk? Als je de haar vergelijkt van Neymar met ons haar, Johan en mijn haar, dat is toch een wereld van verschil. Dat kun je geruststellen, ja. Nee, maar ik vind het tegenwoordig die mode, die opgeschoren koppen. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, dat weet je veel liever Herman. Ja? Weet je wat het is, Herman? Je was het wel Herman, toch, of niet? Nee, om de twee. Nee. Oké, okay, nou, Herman. Goed. Maar wij hebben het er ook wel eens over, weet je. Maar kijk, op een gegeven moment, ja, weet je, moet je er nog aan storen? Moet je maar, weet je, laat maar gaan ook af en toe. Wij zeggen ook vaak genoeg tegen elkaar, die Depay, die loopt er tijdens een wedstrijd bij alsof hij al vier keer die gouden schoen boven zijn hoofd gehad heeft. Dan denk ik, ja, weet je, probeer hem nou eens één keer drie keer te halen en gaat er dan zo bij lopen. Maar Cantona had dat er ook. Maar Cantona mocht het wel doen, toch, vond jij? Dit was toch anders? Nou, Cantona die was in een positie dat hij alles mocht doen. Ja. Maar Cantona was geen aansteller, dat was een absolute klootzak. Ja? En een klootzak is veel leuker dan een bad guy was dat. Kijk, die stapte over de heining en gaf een supporter een klap voor zijn bek. Ja, en terecht. Ja. Terecht, ja.